Oefen je Nederlands met Sophie. NT2 Kan ik ruilen? Heb je in de solden kleren gekocht? Was er een probleem? Wil je de kleren ruilen? In het eerste deel van dit filmpje luisteren we naar dialogen. In het tweede stukje gaan we kastikets lezen. Welke informatie zie je op het kastiket? En als laatste luisteren we naar problemen met kledij. Dag mevrouw, kan ik u helpen? Ja, ik heb hier dit jurkje gekocht voor mijn dochters. Maar mijn dochter vindt het jurkje niet zo mooi. Kan ik mijn geld terugkrijgen, alstublieft? Nee, het spijt me. We geven geen geld terug. Kan ik het jurkje dan misschien ruilen? Heeft u het kastieket bij? Ja, dat heb ik bij. Wanneer hebt u het jurkje gekocht? Moment, ik kijk even op het kastiket. Dat was op 10 januari. Maar mevrouw, het is nu 25 januari. Dat is meer dan twee weken geleden. Je kan enkel binnen de acht dagen ruilen. Oh, dat wist ik niet. Dat is wel jammer. Ik kan u spijtig genoeg niet helpen. Oké, okay, toch bedankt. Kan ik u helpen, mevrouw? Ja, ik heb een probleem. Ik heb hier gisteren een topje gekocht. In maat smal, maar eigenlijk is het te klein. Ik zou het willen ruilen voor een medium. Dat kan. Heeft u het kastticket bij? Hier is mijn ticket. O, oh, mevrouw, maar dit artikel was in de solden. Artikelen met korting kunnen niet geruild worden. Dat wist ik niet. Dat staat onderaan op het kastieket. U kan het topje dus niet ruilen. Kan ik mijn geld terugkrijgen? Nee, dat kan jammer genoeg ook niet. Mijn excuses. Spijtig. Dan geef ik het topje aan mijn dochter als cadeau. Dat is een goede oplossing, mevrouw. En nogmaals mijn excuses. Tot ziens. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Kan ik u helpen? Ja, ik heb een probleem. En wat is het probleem, mevrouw? Ik heb hier een rokje gekocht, maar het past niet zo goed. Het is te groot. Ik heb liever een maat kleiner. Kan ik het ruilen? Heeft u het kastieket bij? Ja. En het prijsetiket hangt er ook nog aan. Ah, u heeft het eergisteren gekocht, zie ik. En het was niet in de solden. Dat klopt. Het was 25 euro, zonder korting. Prima, dan mag u een maatje kleiner proberen. Dat ga ik doen. En als het past, dan ruil ik het rokje. Zeker, neem maar uw tijd. Dank u wel, mevrouw. Ik heb deze muts gisteren gekocht. Kan ik de muts nog ruilen? We kijken naar het ticket. De prijs van de muts was 15 euro. De muts was niet in de solden. Ik heb het kastetiket nog. En het prijsetiket hangt ook nog aan de muts. Kan ik de muts ruilen? Ja, ruilen dat kan. Ruilen kan binnen 14 dagen met het kastetiket en het prijskaartje. Zolden worden niet geruild. Ik heb gisteren dit hemd gekocht. Het prijsetiket hangt nog aan het hemd. Ik heb het kastiket nog. Het hemd was in de solden. Het kostte 50 euro en nu nog maar 25. Kan ik ruilen? Nee, ruilen dat kan niet. Solden worden niet geruild. Lucas heeft drie dagen geleden bij Iconic een lange broek gekocht. De broek past niet zo goed. Lucas heeft de kassabon nog. Het prijsetiket heeft hij weggegooid. Kan Lucas de broek nog ruilen? Kijk op het etiket. Ruilen, dat kan niet. Want Lucas heeft het prijsetiket niet meer. Je hebt het etiket nodig om te ruilen. Tina heeft gisteren bij MH een jeansrok gekocht. De rok is te smal. Tina gaat vandaag terug naar de winkel. Kan Tina de rok nog ruilen? Nee, ruilen dat kan niet. De rok was in de solden. En koopjes kan je niet ruilen. Farah heeft eergisteren bij Ruta een parka voor haar dochter gekocht. De parka is te klein. Vara gaat vandaag terug naar de winkel. Kan Vara de parka nog ruilen? Nee, ruilen dat kan niet. Kopjes kan je niet ruilen. Op de parka was 50% korting. Een kopje dus, die kan je niet ruilen. Arthur heeft op maandag bij Boutique Anna een sjaal gekocht voor zijn vrouw. De vrouw van Arthur vindt de sjaal niet mooi. Arthur gaat op vrijdag samen met zijn vrouw terug naar de winkel. Ze willen de sjaal ruilen, maar Arthur heeft het kastiket weggegooid. Kunnen ze de sjaal nog ruilen? Ruilen. Dat kan niet. Zonder kastiket kan je niet ruilen. Het kastiket of de kassabon, het artikel of het kledingstuk, het prijsetiket, de korting of de afprijzing, de solden. Of de koopjes, de koopjesperiode. Problemen met kledij. Het kledingstuk is te wijd. Het kledingstuk is te smal. Ik hou niet van de kleur. Ik vind de kleur niet goed. Mijn dochter vindt het niet mooi. Het is niet de juiste maat. Het kledingstuk zit niet goed. Het zit niet gemakkelijk. Er zit een vlek op het kledingstuk. Het kledingstuk heeft een defect. Er zit een gat in de broek. Het kledingstuk heeft een defect. Er zit een scheur in de vest. Hallo, ik heb hier gisteren een broek gekocht. Maar de rits is kapot. Kan ik de broek ruilen? U kan de broek ruilen, maar ik heb hem niet meer in dezelfde kleur. Goedendag. Ik had deze sjaal cadeau gekregen. Maar ik vind de sjaal niet mooi. Kan ik hem ruilen? Zonder kastiket kan u jammer genoeg niet ruilen. Dag mevrouw, ik heb hier vorige week een trui voor mijn man gekocht. Ik heb de trui gewassen, maar nu is hij gekrompen. U hebt het kledingstuk verkeerd gewassen. Kan ik de trui ruilen? Het spijt me. Ik kan u niet verder helpen. Heb jij al eens kledij geruild in de winkel? Tot de volgende keer.